Hoi en wat leuk dat je weer kijkt naar een nieuwe aflevering Bloemschikken. Ik ben Carlijn Tukkus en ik leer jullie alles over bloemschikken. En vandaag gaan we een heel mooi zomers bloemstuk maken. Kijk, ik heb allemaal mooie veldbloemachtige bloemen. En daar gaan we een heel mooi vrolijk geheel van maken. Hè? Ik heb ook een mooie ondergrond, dus heb je er zin in, doe alvast een duimpje omhoog. Het abonneren op dit kanaal is helemaal gratis. Dan blijf je op de hoogte van alle leuke video's die ik maak. En wil je graag dit pakket graag zelf maken? Hieronder in de beschrijving vind je een linkje waar je het complete pakket kan bestellen. Of ga naar www.uonlinebloemist.nl. We verzenden door heel Nederland, België en Duitsland. Dus waar je ook woont, het komt gewoon naar je toe. En dan zou ik zeggen, laten we gauw gaan beginnen. Nog niet op Facebook of Instagram, kan je me daar ook volgen, want dat deel ik elke keer als er weer wat nieuws online komt. Ook de voorverkoop deel ik daar, of ja, eigenlijk van alles. Ook veel inspiratie, dus mocht je het leuk vinden, kan je me daar ook volgen. Ik heb deze hele leuke ondergrond, zit al plastic in, dus dat is heel erg handig. Dit gaan we even vullen met steekschuim. Dit heb ik al even vol laten zuigen met water. Let goed op, nooit onder water duwen, zelf vol laten zuigen in een bak met water. Ook niet onder de kraan houden, want dan krijg je luchtbelletjes en dat is gewoon heel erg zonde. Dus we gaan beginnen. Ik snij de zijkanten even wat schuin af, want dan kan je hem gewoon net iets makkelijker en mooier wegsteken. Zo. En de bloemen gaan we op verschillende hoogtes steken. Het is ook belangrijk dat je daar goed naar kijkt, want dan krijg je echt een mooi geheel en ja, een mooi bloemstuk. Ik werk wel echt in hoogte. Maak de bloemen elke keer goed schoon, zodat je mooi het blad eraf hebt. En ik werk eigenlijk een beetje in het midden in de hoogte en dan wat lager aan de buitenzijde. En ik geef alles echt een mooi wijd plekje. En ik let goed op de verdeling van de bloemen. De ene knop zal wat meer bloemen hebben dan de andere knop. En let op dat je de bloemen goed schuin aansnijdt. En ook de zijtakjes kan je gerust gebruiken. Dan hebben we natuurlijk echt een mooie eyecatcher, de pioen. Prachtig. En ook mooie combinatie met die andere bloemen. Mooi trosroosje, die kan je ook prima even splitsen. Mooie roze in het midden, wat hoger. En onderin doe ik ook nog wat gipskruid.
En dat het veel bloemen in zo'n stuk, maar het is wel echt prachtig mooi. De ondergrond is natuurlijk al heel erg mooi. Want het is een wat kwetsbare bloemetje, maar wel heel erg speels erbij tussen. Ik haal wel echt al het blad eraf, want dan geniet je er echt langer van. En even goed schuin aansnijden. Dat geeft wel echt het plukboeket idee. En ik deel hem dus op in stukjes. Kan je ook goed er kort tussen steken, maar haal wel echt al het blad er eventjes af. Steekschuim nu verder weg te werken gebruik ik wat korte eucalyptus erbij tussen. Je kan ook eventueel nog wat mos gebruiken, maar het eucalyptus is ook heel mooi. Ik gebruik het echt kort. Je kan ook eucalyptus wel splitsen. Knip dan net boven het blad af. En dan hebben we echt een prachtig mooi veldachtig bloemstuk. Heel mooi in combinatie met die ondergrond natuurlijk. Maar ja, dit is toch echt een sfeertje. Wil je dit nu graag zelf maken? En hieronder in de beschrijving vind je een linkje waar je het complete pakket kan bestellen. Of ga naar www.uonlinebloemist.nl. Je vindt er onder een kopje cursuspakketten. Ja, de krans kan je elke keer weer opnieuw opmaken. Kan je ook heel leuk plantjes eventueel later weer inzetten. Maar ja, dit is toch gewoon een plaatje. Ik hoop dat jullie het weer een hele leuke video vonden. Ik vind dit wel echt weer echt een toppetje. Echt leuk, zomers, vrolijk, echt prachtig. En dat je hem op steekschuim maakt, kan je er ja, wel goed lang van genieten. Ik hoop dat je het weer leuk vond. Vond je het leuk? Doe een duimpje omhoog. Laat hieronder weten wat je van deze video vond. Wil je nou niks missen, kan je me ook volgen op Facebook of Instagram. En vergeet vooral niet gratis te abonneren op dit kanaal. Goed, ik wil jullie bedanken voor het kijken en jullie zien we de volgende keer weer.